Ga 20 jaar studeren voor game developer en solliciteer bij Pokémon en verander haar naam naar Flapdrol. Easy win, zeker easy win. Welkom bij een gloednieuwe aflevering en een gloednieuwe stream van Pokémon Ultra Moony Moon. En in Pokémon Ultra Moony Moon gaan wij eigenlijk naar het volgende eiland, Akala om precies te zijn. Maar volgens mij moeten we daarvoor eerst naar een fotoclub, dus laten we dat maar eerst eens even doen. We zijn nu bij Beachfront. De fotoclub zit hier, dus laten we eerst naar die fotoclub gaan voordat we naar Akala kunnen. Dat is wel een beetje jammer. Hier is de fotoclub. Laten we dat maar doen dan. Oh, je moet dit doen. Oké, nou, dan gaan we dat maar doen, hè. Wat een onzin dit. Nee. Ik ga fotoalbum. Yes, daar hebben we wat aan. Ja, niemand gebruikt die hele functie. Laat me alsjeblieft met rust. Hey, there you are. Dat klopt. Dat hebben we. Oeh, Hou heeft ook al een Brion, zie ik. Moet ik nou weer tegen hem vechten dan? Volgens mij hebben we nog niet zo heel lang geleden tegen hem gevochten. Good timing, Milan en Hou. Nou, fantastische timing. Mag ik alsjeblieft naar Akala, of niet? Ja, zie je, de Mantine Surfing. Nice. Tuurlijk, vraag maar om een favor. Stomme Nebby. Stom beest. Tuurlijk wil ik je helpen. Niemand mag jou, Lily. Grijp dat dan. Oké. Taurus Charge. Oeh. Een Pokéball. Een Starpiece. Die kunnen we goed verkopen. Nice, nice. Oh. Hier is Starpiece. Oh, dan heb je Samson ook. Ja, voor die totemstickers kan ik totempokémons kopen. Ik weet hoe het werkt. Nou, we zullen hier wel met Hou moeten kletsen. Oké, nu moeten we met Minecraft zou ik zeggen. Met Mantine surfen. We gaan surfen hoor, wat een vlot. Echt een raar pakje hebben we aan, maar het zal wel. Kijk hoe dit ook weer werkt. Oh, ik kan nog geen bewegingetjes doen omdat dit een tutorial is. Ja. De Huntil Spiral. Het is fantastisch. Oké, ik denk dat we nu naar de overkant mogen, toch of niet? We zijn begonnen. Met surfen. Oh, nu hebben we er ook nog beesten liggen. Boy, yo, hij deed het nog een keer terwijl ik het niet eens deed. Heftig. Oké, is niet erg. Boy, hij deed er nog eentje achteraan, hè. Dat is echt vies. Oeh, een Wilmer. We zijn bijna bij het eiland waar we moeten zijn, jongens. We zijn op een nieuw eiland aangekomen. Als goed is Akala eiland. Ja. Cool, cool, we zijn er. Heya Heya Beach. Nice, Raichu. Oh, ik mag er nog niet langs. Wacht. Wat? Oh, ik moet deze kant op. Ah, oké, duidelijk. Hey, Kukui. En Lily. Ik vind het wel een beetje zwak dat hun niet via de Mantine zijn gekomen. Dat hun met een boot zijn gekomen. Daar hebben Olivia zeker. Ja, ja. Mallow. Marshmallow.
Ja, haar trial is echt kut. Heb ik iets goeds? Nee, ik heb eigenlijk niet echt iets goeds tegen haar. Tegen haar trial. Eigenlijk iets van een vuur-Pokémon krijgen of zo. Dag Mello. Hé, ik mag door. Oké. Okay. Pokémon Center is hier, dacht ik ook, maar. Ja, ga jij maar kleding kopen, jongen. Echt, jongen, die Nebby moeten ze echt afschaffen. Waar zit ik naar te kijken, jongens? Ja, loop maar door. Oh, nee. Er is een groep van terrible people. Die dingen stelen. Ja, dat mag tegenwoordig niet meer, dingen stelen. Oké. Okay. Even kijken. We moeten hier naartoe. Zijn Dexio en Flabdrollo hier niet? Ja. Oh, Sina eten. Ja joh, hun hebben toch Meowsticks of is dat alleen in X en Y? Nee. Ik vind dat zij Flabdrol eet. Oeh, een smoesjum. Ze is wel een beetje hoog levelen. Maar volgens mij ook psychisch of is het alleen ijs. Oh, dat deed echt veel. Oh, dat was een crit. Ik wou wel zeggen. Nice. Oké, okay, dan doet Chomper in ieder geval een beetje. Ga 20 jaar studeren voor game developer en solliciteer bij Pokémon en verander haar naam naar Flabdrol. Easy win, zeker easy win. Glaceon, wat gaan we daar nou weer tegen doen dan? Foulplay, hè? Nu is normaal, jongen, Glaceon. Oké. Okay. Het begint alweer een beetje zijn kracht af te nemen, maar we blijven het wel gewoon doen. Ja, de game ziet er inderdaad veel mooier uit op emulator, klopt. Citra heeft ook zo'n ding erin dat alles echt clean looks, clean eruit ziet. Klopt. Zeker op de oude 3DS. Op de nieuwe 3DS is het al ietsje beter, maar... Chomper level 13, sweet scent. Nee, dan moeten zeker ook nog tegen Dexio. Oeh, een voerstoor. Moet ik nou ook nog tegen Dexio of niet? Nee, volgens mij niet. Ik ben geheeld. Waar moet ik nou heen? Moet ik dan hier al de route in? Ik kan misschien wel een nieuwe Pokémon. Pokémon. Ja, ik mag alle Pokémon vangen, denk ik. Deze Pokémon moet het worden. Ik hoop dat het iets is waar ik iets aan heb. Dit is niet iets waar ik iets aan heb. Oh, weer die tyfus onzin. Ik zou niet eens gehuild hebben als ik hem per ongeluk had gekild. 1, 2, 3. We hebben een hond. Meer zeg ik er niet over. Zo, die laten we heel eventjes rotten in de box. Moet ik hem Huip noemen? Ik ga hem Huip noemen. Omdat Huip altijd zo gemeen doet. Ik ben het helemaal met je eens, Paddy. Ik ga hem ook meteen in de box zetten. Dan kan hij daar mooi wegrotten. Ah, hier ga ik natuurlijk... Op deze manier ga ik natuurlijk nooit die ding kunnen verslaan. De trial. Nou. Heb ik nog iets wat... Oh, wacht. Het is wel Poison Fly, hè? Ik neem Zubat mee. Misschien dat ik daar nog wat aan ga hebben. Kijk, hij is ook fly, maar hij wordt natuurlijk ghost. Dark Psychic. Ja, dat gaan we doen. We gaan Zubat meenemen. Alleen ik ben Zubat wel vergeten een naam te geven volgens mij. Dus dat moet ik nog ooit een keer doen. Ik weet alleen niet waar een name rater in deze game zit. Hoewel als dit een coole Pokémon is die ik dus niet mag vangen. Ah, ik had blijer geweest met Picky Perky in ieder geval. Ook omdat ik nog nooit Toucanon heb gebruikt. Die zou ik op zich wel een keer willen gebruiken. Maar ja. Laat me nou eens met rust, jongens. Een Great Ball. Nou, zo
Misschien dat die nog ooit van pas komt als ik weer ergens anders een Pokémon mag vangen. Laat ik vooral geen trainertjes overslaan, want die XP kunnen we wel gebruiken. We hebben nu 2 underleveled Pokémons. Die Intimidate kan nog wel eens handig worden. Bite. Valt helemaal niet op, die steen hier. Oké. Deze Flapdrol, wacht. Oh nee, wacht. Flapdrol was Sinaal. Ah, lekker. Die flinch, daar hou ik van. Die zijn altijd nice. Oh, ook nog geparalyzed. Dan ga ik wel switchen. Nou, niet tegen deze Munchlax, maar die tweede trial wordt wel echt pittig. Ze hebben deze, die trials veel pittiger gemaakt in vergelijking met de originele Sun and Moon, dus dat is wel fucked up. Level 18, yee! Yeah. Hypnosis. Nou, ik had hypnosis misschien kunnen leren voor als ik hem misschien bij de trial nodig heb, maar dat is nou te laat. Oeh, daar is Chomper wel weer interessant, ook al is hij geparalyzed. Ah, ik ben pas 1 Pokémon kwijtgeraakt en dat was Wingull. Omdat ik hem gebruikte tegen Hala. Ik dacht van, weet je, gewoon een paar fly moves en het is over. Alleen toen deed ik een fly move, toen deed ik superveel damage, alleen niet helemaal dood. En toen deed Machop Revenge en toen was hij one hit kill. Very sad. Oeh, Ember is super effective, ja. Yeah. Ik kan nog wel een Ember, ik kan zelfs een Ember... Super, of een Ember Crit kan ik ook nog taken, dus. Nice. Nice. Kijk of het de moeite waard was. Een revive, die mag je niet gebruiken. In een Nuzlocke, of die mag je wel, nee, die mag je niet gebruiken. Je kan ze verkopen. Deze bitch moet echt evolueren. Wat zit hier? Oh, Pikachu farm. Yeah. Pikachu. Nou, ik ben helemaal blij. Krijg ik nu ook zo'n Pikachu of dat niet? Nee. Hier kan ik verder niks, toch? Oeh, wel een Pokeball. Daar zit vast, even denken, een... iets van een Electric Seed of zo? Oh, een magnet. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is ook voor elektrische aanvallen.